We beginnen met de belastingverhoging op de aanschaf van auto's. En in Nederland, dat weet iedereen, is autorijden al extreem duur. En een van de oorzaken is de BPM. De rest van Europa kent deze malle belasting niet eens. Maar staatssecretaris Wiebes beloofde enkele jaar geleden een stelselmatige afbouw van de BPM. Let op, voorzitter. De staatssecretaris zegt, we gaan de BPM afbouwen. Minder belasting heffen. Dat klinkt, voorzitter, als te mooi om waar te zijn. En wat blijkt? Het is ook te mooi om waar te zijn. Sterker, het is helemaal niet waar. Niks, geen lagere belastingen. Deze staatssecretaris is verantwoordelijk voor jaarlijks steeds hogere inkomsten, BPM. In 2016 ging er 1,55 miljard naar de schatkist. In 2017 2 miljard en in 2018 2,27 miljard. In totaal ruim 700 miljoen extra per jaar. Een vraagje, voorzitter. Kan de staatssecretaris alstublieft zijn definitie van belasting afbouwen aan ons kenbaar maken? En ondertussen trouwens sneuvelde nog een tweede belofte van deze staat. Want de toegezegde budgetneutraliteit bij omzetting van de oude NEDC naar de nieuwe WLTP-emissietestprocedure. Mooie zinnen maken we in onze commissie, voorzitter. Die budgetneutraliteit is er dus ook niet. En ik zat er zelf bij namens de PVV toen de staatssecretaris beloofde op veelvuldige vragen. Nee, het gaat echt budgetneutraal worden. Nog een vraag aan de staatssecretaris. Wat is zijn definitie van het begrip budgetneutraal? Voorzitter, deze hogere BPM heeft een directe invloed op de koopkracht van de burger. En een stevige ook. De feiten zijn dat de consumenten vanaf 1 juli jaarlijks circa 200 miljoen te veel aanschafsbelasting betalen op nieuwe auto's. En dat op basis van de huidige BPM-tabel in het belastingplan. En voor kleinere auto's zou dit neerkomen op €450 per auto. En los daarvan is er dus 600 miljoen euro te veel opgehaald. En dit soort bijdragen hakken erin bij modale inkomens. Kan ik de coalitie verzekeren met je 0,3% verbetering. Voorzitter, de PVV vraagt de staatssecretaris om met plannen te komen om die 600 miljoen euro te compenseren en om met een oplossing te komen voor de situatie vanaf 1 juli 2020, dus om die 200 miljoen per jaar te voorkomen. Dan worden we weer budgetneutraal en daarna kunnen we af gaan bouwen. Voorzitter, wil de staatssecretaris dit toezeggen?